We hebben gewoon echt een top samenwerking gehad. Wij zijn ook met hun, kwam ik ongeveer een jaar geleden in contact. En wat bleek is dat hun doelgroep is bijna gelijk aan die van ons. Zij zitten in de decision makers binnen bedrijven en wij moeten hun bereiken. Ja. Dus FD Gezellen is natuurlijk initiatief van FD en BNR. Nou, helemaal klopte. Nou, wij intern gaan zoeken, hoe kunnen we dit regelen? Nou, heel lang mee bezig geweest. En toen kwam corona. Ja, ga je dan nog zo'n investering doen? Ja, is een goede vraag. Dat is niet voor niks. Precies. En toen dachten wij eigenlijk, Joost en ik zeiden, ja, tuurlijk moeten we dat gaan doen. Want nu heb je alles wat met video collaboration maakt, is nu. Dus wij moeten nu bij die mensen in dat hoofd. Nee, precies. Wij moesten nu met die mensen bij die mensen in het hoofd komen te zitten. Dus zodoende zijn wij toch gaan sponsoren. Was het nog op een gegeven moment de vraag of het door zou gaan. Nou ja, besloten dat we met elkaar dat het doorgingen. En toen zijn wij natuurlijk met al die FD-gezellen die mee hebben gedaan, zijn wij in contact gekomen. En we hebben daar echt een. Zo'n gigantisch resultaat uitgehaald door gewoon met heel veel van die winnaars zijn we persoonlijk in contact gekomen. We hebben afgelopen 3 weken hebben door heel Nederland gereisd om met het Benelux team voor video collaboration om die prijzen te overhandigen. Dus 36 winnaars kregen een bezoekje van Logitech met een supermooie award en een mooie check die ze konden uitgeven. Check.